goed plan. Laatste thuiswedstrijd. Viel je in. Je was bijzonder getergd en pakte eigenlijk een domme gele kaart. Hoe kijk je daarop terug? Ja, ik vind het dom van de scheid, eigenlijk. Van de gele kaart. Omdat het is. Als je terug naar de bellen kijkt, heb ik helemaal niks gedaan. Het is, ik heb eigenlijk. Het is me nog nooit gebeurd in mijn carrière dat ik een gele kaart pakte voor helemaal niks. En dat was helemaal niks. Ik was natuurlijk gewoon geërgerd door de wedstrijd. En dat ik wat spanning in mijn lichaam had, dat is normaal en dat is ook nodig als topsporter. En komt die ergernis niet van het feit dat je niet speelt? Een deel daarvan sowieso, 100%. Dat is ongetwijfeld. Niet alleen, het kwam ook door de situatie van dit moment. Maar ik werd vastgepakt en natuurlijk we stonden achter, dus het helpt niet. We hadden weinig tijd om te scoren, dus het is gewoon een situatie met heel veel druk. En dus de scheids moet ook goed mee omgaan. En ik vond dat je mij gewoon onterecht een gele kaart gaf. Oké, vooruit. Maar het is inderdaad, ik kwam binnen het veld met heel veel frustratie in mijn lichaam. En het kwam deels door het feit dat ik op de bank zit, maar niet alleen. We gaan naar Ajax toe. De kans dat jij speelt is natuurlijk bijzonder groot. Ga je met net zoveel agressie het veld in tegen Ajax als dat je het nu het laatste kwartier had gedaan? Ja, nog meer misschien. Nog meer misschien. Nog meer? Ja, misschien wel ja. Omdat het is Ajax. Het is ook bijzonder voor de supporters. Je wil je club gewoon zo goed mogelijk verdedigen. Vertegenwoordigen. En dus het zal wel moeten. Alleen, ik moet het wel even binnen de lijn houden, zeg maar. Ik moet gewoon geen gele kaart pakken. En dat is, dus dat moet eigenlijk mijn agenda zijn. Geen gele kaart. Maar denk jij zelf dat met jouw invalbeurt van de laatste wedstrijd, dat je een goed voorbeeld bent geweest voor de jongere jongens die in het veld lopen? Qua instelling, ja. Omdat dat moet. Je moet zorgen dat je alles eruit haalt. Daarnaast, je moet eigenlijk de frustratie iets misschien. Niet zoveel tonnen. Dus je moet eigenlijk jezelf een beetje meer de baas zijn. Dus in dit opzicht niet. Alleen het is wel zo dat in de situatie waar je nu bent, en is ook een deel van de identiteit van de club. Om bepaalde passie te spelen. Dus het hoort bij de club. Dus normaal, binnen de lijnen is het wel goed. De instelling moet voor iedere speler precies hetzelfde zijn. Alleen normaal, het ging misschien, wat mij betreft, net iets te ver. Maar nogmaals, het was geen. Ik heb niet het gevoel dat ik. Ik heb niet het gevoel dat ik dit gele kaart verdiende. Maar oké. Ga je spelen tegen Ajax? Dat is aan de trainer. Ik hoop het. En wat zeg je gevoel? Als je me nu vraagt, ik zou denken van wel. Maar het moet nog allemaal blijken. Er zijn nog 2 dagen te gaan. De trainer moet nog beslissingen maken. Maar ik heb er zin in. Ik werk keihard ervoor.